Ik hou zelf van een duidelijk verhaal vertellen, met ik heb zeg een begin en een eind. Maar vooral ook van boeken waarin een herkenbaar conflict een rol speelt. En hoe dat uit de hand kan lopen. Het probleem begint klein en het wordt zo groot dat het als het ware ontploft. En mensen daar de dupe van worden. En bij mij gaat het niet om goede versus slechte mensen. Het gaat om karakters die meerdere kanten hebben. En soms komt het slechte of het minder goede, dat komt soms extra naar boven en dat wordt gestimuleerd door de omstandigheden. En daardoor wordt het ook begrijpelijk voor lezers. Daardoor kunnen mensen zich er ook in inleven. Want als je alleen maar in en in slechte mensen en in en in goede mensen hebt, dat zijn schablonen. Dat is niet interessant, maar het gaat juist om de gelaagdheid. Ik begin altijd bij het begin van het boek. Ik schrijf lineair. Ik schrijf ook nooit vooraf, ook als ik hem in mijn hoofd heb, schrijf ik nooit een scène die bij wijze van spreken enkel hoofdstukken verder ligt. En dat zou je kunnen doen en dat kun je even opslaan op de computer en dat kun je dan later invoegen. Maar dat doe ik nooit. Omdat bij mij altijd wat er gebeurt in een boek is heel erg afhankelijk van wat er in de vorige fasen van dat boek gebeurde. Dus dat bouwt zich langzamerhand op. En ik kan dus niet voorspellen wat er als het ware over 100 bladzijden gaat gebeuren. En dat alvast opschrijven. Maar dat weet ik zelf nog niet. Ik heb geen schrijfrituelen of zoiets. Nee. Behalve dan dat ik begin een bepaalde tijd, 's morgens. En dan werk ik door tot een bepaalde tijd. En wat voor mij altijd belangrijk is, dat zo lang mogelijk doorschrijven. En niet ophouden als ik het niet meer weet. Ik houd juist op als ik nog wel weet hoe ik verder moet. Want dat betekent dat ik de volgende keer als het ware een vliegende start kan maken. Mijn omgeving is betrekkelijk simpel. Die moet aan simpele eisen voldoen, namelijk de computer moet er staan. Maar ik vind het prettigste dat het in mijn eigen werkkamer gebeurt. Dan heb ik ook allerlei dingen bij de hand, zoals aantekeningen, krantenknipsels die ik soms nodig heb. Of wat dan ook. En dan kan ik er ook makkelijk even van aflopen als ik even niet weet hoe ik verder moet. En dan drink ik even een kopje koffie. In Nederland was de psychologische thriller heel lang eigenlijk een onbekend genre. Ik durf wel te zeggen dat ik degene ben geweest die dat geïntroduceerd heeft. En in de latere periode zijn er meer schrijvers bijgekomen die dat genre beoefenen. Met name schrijfsters. Je zou kunnen zeggen dat het genre van de psychologische thriller is gefeminiseerd.